Welkom bij een nieuw filmpje van ABC eBusiness. In dit filmpje ga ik de inzet en het gebruik van rollen en rechten in Business Central laten zien. We beginnen met de rollen. Binnen Business Central zijn er verschillende standaard rollen. Rollen worden ook wel profielen genoemd. Binnen Business Central zijn standaard rollen opgenomen die je afstemt op je functie. Hiermee worden jouw dagelijkse werkzaamheden direct getoond bij het opstarten van Business Central. Als eerste gaan we kijken welke standaardrollen aanwezig zijn. We zoeken op rollen. We kiezen de optie profielen rollen. Hier krijg je een overzicht van alle standaardrollen die binnen Business Central aanwezig zijn. De volgende stap is om een rol te koppelen aan een gebruiker. Hiervoor moeten we gaan zoeken op persoonlijke gebruikersinstellingen. We kiezen de optie persoonlijke gebruikersinstellingen. Hier zie je een overzicht van gebruikers en we kiezen hier een gebruiker en daar staat nu de orderprocessor aan gekoppeld. Op de betreffende gebruikerskaart kunnen we het profiel ID wijzigen. Hier kunnen we een andere rol toekennen aan de gebruiker. We kiezen nu voor bedrijfsmanager. We hebben nu de bedrijfsmanager gekoppeld aan de betreffende gebruiker. Als we nu teruggaan, zien we bij mijn instellingen dat hier al de nieuwe rol toegekend is, maar we zullen altijd één keer Business Central opnieuw moeten opstarten, zodat de rol ook geactiveerd wordt. Nu zie je dat er andere tegels tevoorschijn komen en die afgestemd zijn op de betreffende rol die je gekozen hebt. Op deze manier kun je dus rollen toekennen aan een gebruiker, zodat deze rol altijd bij het opstarten van Business Central gekozen wordt. Naast het gebruik van rollen heb je ook rechten. En rechten bepalen eigenlijk welke handelingen je in Business Central kunt uitvoeren. Rechten worden in Business Central ook machtigingssets genoemd. Als we gaan kijken welke machtigingssets aanwezig zijn, zoeken we op machtigingssets. Hier krijg je een overzicht van alle machtigingssets die aanwezig zijn in Business Central. Per gebruiker kun je dus één of meer machtigingssets toekennen. Deze zorgen ervoor dat die gebruiker de betreffende functionaliteit kan uitvoeren. Nou, als we hier kijken, kunnen we zien bijvoorbeeld dat je hier een rol hebt of een recht hebt, artikelen aanmaken, projecten maken. Deze specifieke rechten kun je dus toekennen aan een gebruiker. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Vervolgens gaan we naar gebruikers. We selecteren een gebruiker waarbij we de rechten willen aanpassen. Op een gebruikerskaart scrollen we helemaal naar beneden en dan zien we gebruikers machtigingssets. Hier koppel je rechten die een gebruiker in het systeem wel of niet mag uitvoeren. Nou, hier zie je een D365 Basic staan en die basistoegang die heeft iedere gebruiker nodig om het systeem te kunnen opstarten. Vervolgens kun je verschillende rollen toekennen wat de gebruiker wel of niet mag. Hier zie je dat de gebruiker ook klanten kan aanmaken en artikelen kan aanmaken. De superrol moet je niet koppelen aan gebruikers, want dan mogen ze alles in het systeem. Deze staat nu gekoppeld, zodat ik dit ook kan laten zien. Hoe doe je dan een nieuwe machtigingsset toekennen aan een gebruiker? Je klikt hier op de lege regel en je krijgt weer het overzicht van alle machtigingssets te zien. Hier kun je dus gaan zoeken naar bepaalde rechten die een gebruiker mag. Nou, stel je voor dat deze gebruiker ook leveranciers kan aanmaken. Klik je op die regel en voeg je de machtigingsset toe. Nu mag deze gebruiker dus ook leveranciers aanmaken. Naast het koppelen van de rechten kun je dit ook nog instellen dat het alleen voor een specifiek bedrijf is dat die een bepaalde recht heeft. Op deze manier ken je dus rechten toe aan een gebruiker. Nou, wat hebben we nu geleerd? We hebben geleerd dat we rollen kunnen koppelen aan een
aan een gebruiker. Hiermee wordt, als je Business Center opstart, de juiste gegevens en tegeltjes getoond. En bij de rechten bepaal je vervolgens welke handelingen de gebruiker in Business Center mag uitvoeren. Nou, bedankt voor je aandacht en veel succes!